Volgende week. Heb je wel eens gezoend? Ja, natuurlijk. Jij? Ja. Hoi. Ik had voor Timo ook al met iemand anders gezoend. Ik heb echt al lang gezoend. Ik denk wel dat alle meisjes van de klas hebben gezoend, hè? Alleen hun? Weet ik niet. We gaan het onderzoeken. Hebben jullie wel eens gezoend? Ja. Ja. Ik heb alleen eens met Falco gezoend. Oh. Ja, ik heb eigenlijk nog niet gezoend. Jaden. Ja, met hem zou ik echt wel graag willen zoenen, hoor. Hoezo is het opeens het meest belangrijk in de wereld of je al gezoend hebt? En jij? Heb jij al gezoend? Hallo, meiden. Oh, jullie hebben vast en zeker weer een heel erg leuk gesprek, hè? Ja. Ah! Zou meneer De Haas met zijn vrouw zoenen? Wat is er nou? Vond je het vervelend waar we het net over hadden? Misschien met jezelf ook nog nooit gezoend hebt? Ja, maar wat maakt het uit of ik wel of niet gezoend heb? Ja, ik vind eigenlijk dat het jou niks aangaat. Ik vind dat vriendinnen alles moeten delen. Het geeft niet als het zo is. Is er gewoon nooit van gekomen? Ik zal het tegen niemand zeggen. Of ben je lesbisch? Ja, maakt niet uit hoor, als het zo is, kan je gewoon zeggen. Je moet gewoon zorgen dat je voor Davy gaat zoenen. Ja, en ik ga je helpen. Tuurlijk ging ik helpen. Ja, ik vond het echt super lief dat Kim me wilde helpen. Nee, ik ga gewoon met hem praten. Ook al weet ik niet wat ik moet zeggen. Kim vond dat ik Jaden een briefje moest geven. Dat ik op hem stond te wachten op het schoolplein. Wat moet je bespreken met iemand die je eigenlijk niet kent? Hoi. Hey. Wat zijn jouw lievelingsvakken? Ik hou eigenlijk heel veel van gym. Ik hou ook van handenarbeid. Ik hou eigenlijk niet zo van handenarbeid. Nee, ik hou ook niet van bio. Nou, dat was niet echt een succes. Het was ook gewoon super awkward. Ik kreeg het idee dat Joy de volgende keer wel naar me zou luisteren. Echt jammer dat je Jaden niet meer hebt gezien. Ik ga even naar mijn bus toe. Ja. Hey. Oh, hey. Onze gesprekje vanmorgen vond ik best leuk. Ja, ik heb het laatste uur vrij. Misschien kunnen we wat leuks gaan doen. Meneer Van Morselt? Maar ja, als ik dan die twee jonge lui op het plein zie, dan... En ik hoop dat Joy ook nog wat tijd heeft vrij kunnen maken om een proefwerk te bestuderen. Ja, ik heb hem goed geleerd, hoor. Heb je nog wat gehoord van Jaden? Nee. Ze wil alleen maar dat ik zo snel mogelijk zoen. Gadverdam! Wat is dit nou? Hier gelden regels! Het staat te zoenen, hoor. Als ik mijn eerste zoen zou hebben, zou ik het echt niet weer doen, hoor. Jij had toch al gezoend? Oké, nee. Laten we gaan, hoor. Maar je had ook wel iets beter je best kunnen doen. Ja, ik ga me echt geen zorgen maken. Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met dat zoengedoe. Hallo, hallo, hallo.